Dit is Den Haag in 60 seconden. Het Chinese United Fencen heeft eindelijk geld overgemaakt aan Mark van der Kallen, groot aandeelhouder van voetbalclub ADO. Dat werd gisteren bekend. Met het overmaken van dat geld lijkt een einde te komen aan een soap die op 24 juni vorig jaar begon. Op ongeveer 100 plekken in de stad wordt dit jaar gewerkt aan onderhoud van wegen, fietspaden, bruggen en kademuren. Volgens wethouders Tom de Bruin en Boudewijn Revis gaat het soms om forse ingrepen, waardoor trams, fietsers en automobilisten moeten omrijden. Het Letterkundig Museum heeft het Pichelmee-archief verworven. Generaties zijn opgegroeid met het sprookje Pichelmee, dat vooral bekend is geworden door een kinderboekenserie van koffiebrander Van Nelle. Na Blue Monday, de meest deprimerende dag van het jaar, is het vandaag de meest positieve dag van het jaar. Het is namelijk Big Improvement Day. In het Circus Theater worden vandaag 700 gasten uit het bedrijfsleven, de wetenschap en de overheid op een positieve manier geïnspireerd. Tot zover Den Haag in 60 seconden.